We staan hier bij internationaal meester Liam Vrolijk. Je hebt vandaag een halfje gepakt tegen Sipke Ernst. Acceptabel resultaat, neem ik aan. Ja, het was wel een interessante partij voor allebei. Want de opening was eigenlijk onbekend terrein voor allebei partijen. Maar het resultaat was wel goed inderdaad. Je had helemaal niet verwacht dat deze variant op het bord zou komen? Of heb je er gisteren nog wel eventjes naar gekeken? Nee, ik heb naar Frans echt helemaal niet gekeken. Ik had eigenlijk alles gecheckt en dan speelde hij opeens dit. Maar ik besloot gewoon om iets te spelen wat ik zelf wel redelijk kende. Oké. En had je verwacht dat Sipke zo snel met een remise eigenlijk toch akkoord zou gaan? Of zat er nog wel muziek in de stelling? Ja, het was nog wel een hele onduidelijke stelling eigenlijk. Dus ik had niet verwacht dat hij remise aan zou bieden. Maar het is gewoon lastig. Ja. Ja. Je staat nu nog steeds in de top van het klassement met de remise van vandaag. Ik neem aan dat het jouw ambitie ook vergroot voor dit toernooi. Wat zijn je ambities? Ja, ik probeer gewoon elke partij heel ambitieus te spelen. Ik wilde vandaag ook echt voor de winst gaan. Maar oké, het werd snel een remise. En dat is niet zo erg of zo. Maar ik probeer gewoon goed lang voor te bereiden. En dan gewoon te kijken waar ik kom in de partij. Ja. Over anderhalf jaar doe je je VWO-examens. Ik heb begrepen dat je daarna een jaartje alles op het schaken wil zetten. Klopt dat? Ja, ik wil kijken of ik van schaken eigenlijk kan leven. En hoe ver ik daarmee kan komen. Ja. Zit dat erin, denk je, of is dat heel lastig? Nou, ik werk op zich wel hard aan schaken. Dus ik denk dat het wel mogelijk is, maar ik moet wel hard blijven werken, denk ik. Ja, heb je trainers of heb je leermeesters op dit moment met wie je werkt? Ja, ik train met Dimitri Reinerman. En ik heb bijvoorbeeld voor dit toernooi ook training eigenlijk samen met Lucas, gewoon voorbereiding. Okay. Wat zou je zelf als je sterke punten omschrijven in het schaken? Ik ben denk ik vooral een positionele schaker, dus tactisch wat minder, maar ik probeer gewoon op lange voordeeltjes te spelen, kleine voordeeltjes. Oké. Okay. Nou, op de wandelgangen hadden we ook nog een gerucht gaande dat jij als secondant van Lucas van Vareest deze week gaat werken. Kun je daar nog iets over vertellen? Ja, ik met hem bereid ik gewoon samen voor. En we hebben wat openingsideeën die we uitwisselen. Dus eigenlijk speelde ik voor de rustdag voor het eerst Londen. En dat kwam eigenlijk omdat Lucas iets over een variant zei. En toen ging ik het weer bekijken. Oké, dus jij helpt hem, maar hij helpt jou ook een beetje wat dat betreft. Ja. Oké, goed. Succes. Dank je wel. Dit toernooi. Ja, dankjewel.